Welkom Stekkerbroeders bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik een interessante vraag binnengekregen. Ik weet even niet meer van wie die was, maar het gaat in ieder geval over hongergevoel. Heel veel mensen herkennen zich wel in deze situatie. Je gaat eten, het maakt niet uit of het avondeten, middageten, etc. is. Je hebt net gegeten en na 10 minuten, of na 2 uur, of na een kwartier heb je honger en je blijft honger hebben. Continu. Meestal gaat dit over de wat gezettere bevolking van Nederland, daar doet dit probleem zich vaker voor, wat ik zo ga opnoemen. Je hebt twee opties wat je kan doen als je honger hebt. Simpelweg niet meer eten, blijf je nog steeds honger hebben. Of je gaat meer eten, word je weer zwaarder in een negatieve vorm, in de vorm van vet helaas. Een oorzaak hiervan kan zijn is insulineresistentie. En na de intro ga ik vertellen wat het is en hoe je dit kan oplossen. Komt-ie! Voordat ik uitleg wat leptineresistentie is, moet je natuurlijk weten wat leptine is. Leptine is eigenlijk een soort hormoon, een soort stofje wat je lichaam aanmaakt, zodat je lichaam kan zeggen van Raymond, je hebt genoeg gegeten, je zit vol, er gaat geen eten meer in. Dus, des te meer leptine in het lichaam, des te minder honger je hebt. Leptine die wordt aangemaakt door de vetcellen. Rond je buik natuurlijk, waar het vet zich voornamelijk bewaart. Maar ook in alle vetcellen door je lichaam heen. Dus op het moment dat je aan het eten bent, die vetcellen die scheiden leptine af. Vervolgens komt dat in je bloedbaan. En dat gaat door naar je hersenen, naar de hypothalamus. Ik weet even niet 100% zeker of ik dat zo goed uitspreek. Maar als het goed is het de hypothalamus. Vervolgens komt het eraan. En de hypothalamus meet een x-aantal hoeveelheid leptine. En die zegt, Raymond, je hoeft niet meer te eten, het is genoeg. Of, op het moment dat ik niet aan het eten ben, zegt het lichaam ook, Raymond, je hoeft niet meer te eten, want je hebt genoeg vetopslag om je buik heen. Die geven nog steeds leptine af. En het hoofd zegt in principe tegen je lichaam, ho maar. Wanneer iemand leptine-resistent is, dat zijn voornamelijk nogal gezettere mensen. Als je natuurlijk veel eet, op het moment dat je eet, maakt je lichaam leptine aan. En voornamelijk iemand veel eet, maak je heel veel leptine aan. En net zoals een auto, net zoals stress, net zoals alle andere hormonen, des te meer er wordt aangemaakt, des te harder je lichaam ook moet werken om het aangemaakte stof of het middel of product wat je in je lichaam gooit weer naar nul te brengen. En ook leptine. Leptine wordt heel veel aangemaakt en op een gegeven moment kan je hoofd het niet meer aan. Er komt zoveel leptine binnen. En op een gegeven moment de hypothalamus zegt van, luister, je kijkt maar wat je doet. Ik ben klaar. Ik kan dit allemaal niet meer verwerken. Hij gaat op slot. Wat er dan vervolgens gaat gebeuren is heel lastig. Je komt in een visuele cirkel terecht. Je gaat eten. Nou, leptine wordt weer aangemaakt. De vetcellen scheiden leptine af. Gaat naar je hoofd toe, naar de hypothalamus. Maar die registreert niks meer, omdat die overbelast is. Dit gaat niet over één nacht ijs. Het gaat over een langere periode. Dus vervolgens gaat die leptine daar weer voorbij. Maar je hoofd denkt nog steeds, Raymond, er is niet genoeg eten. Want er komt geen leptine binnen. Wat ga je dan vervolgens doen? Je gaat weer meer eten. Op het moment dat je dus meer gaat eten, blijf je altijd honger hebben. Op het moment dat je minder gaat eten, blijf je ook honger hebben. Zo kom je dus eigenlijk in een visuele cirkel terecht. Dus het is heel makkelijk om te zeggen tegen iemand die wat gezetter is, hey, je hebt geen doorzettingsvermogen. Je moet gewoon afvallen, het lukt niet. Logisch, want het hongerhormoon, het hongergevoel is heel moeilijk te onderdrukken. En voor sommige mensen werkt dat wat anders als, ja, 98% van de bevolking die gewoon tussen haakjes gezond is. We hebben nog steeds een overgewichtpercentage van 50% in Nederland, maar dat is iets voor een andere video. Oké, dus minder eten werkt niet, want je blijft honger hebben. Meer eten werkt ook niet. Wat wel werkt is anders eten. En voor die eetregels geldt eigenlijk gewoon het standaard advies wat heel veel mensen eigenlijk al weten. Meer eiwitten. Eiwitten zorgen ervoor dat je lichaam weer leptine kan opnemen. Zodat het weer minder resistent wordt. Gezonde vetten. Vezels. Omega 3 natuurlijk, ook categorie gezonde vetten. Wat je juist niet moet eten, producten hoog in suiker. Zeker geraffineerde suiker, dat is standaard tafelsuiker. Niet nemen. Mensen met ernstig overgewicht kunnen inderdaad gaan minderen in koolhydraten. Jullie weten hoe ik ben. Ik hou niet van een nul koolhydraten dieet. Maar je kan wel wat
minderen. En zeker bijvoorbeeld witte rijst vervangen door volkoren rijst, zodat je meer vezels binnenkrijgt en dat je langzame koolhydraten binnenkrijgt. Voor de rest standaard advies ook natuurlijk sporten, natuurlijk bewegen. Het gaat dan nog niet zozeer om gelijk 3 keer in de week een uur te gaan knallen. Nee, is het maar gewoon een rondje lopen. Laat je lichaam maar lekker die energie, die overtollige vetcellen, de overige energie maar gewoon lekker aanspreken. Een goede nachtrust, des te slechter je slaapt, des te slechter je hormonen werken, des te meer stress je hebt, des te meer slechte hormonen worden geactiveerd en het slechte cholesterol natuurlijk ook verhoogd. Een slecht cholesterolgehalte heeft ook erg invloed op leptineresistentie. Dus eigenlijk gewoon het standaard advies: meer eiwitten, goede vetten, lager in koolhydraten en gewoon normaal bewegen. Dus dan komen we wel tot de conclusie dat voor de ene persoon afvallen of kutten, net hoe je het wilt noemen, niet op dezelfde manier werkt als voor een gezette iemand. Raymond Schultz, Total Strength, Ignite Your Fire and Grow Stronger.